Manisch is lekker. Dat is dan voel je je goed. Dan sta ik vroeg op. Ben ik met allerlei dingen bezig. Bijna niet stil te houden. Dan voel ik me echt op mijn best. En als ik depressief ben, dan doet dat pijn. Dan heb ik zielenpijn. Dan voel ik net of ik een steen op mijn maag heb. Waardoor ik eigenlijk niet de kracht heb om... Lekker zoals ik nu, want nu ben ik eigenlijk in een paar manische periode, om gewoon lekker zo bezig te zijn. Ik ben Dennis Anoni en ik maak eigenlijk krastekeningen. Hier komt het principe van het krassen eigenlijk weer naar voren. En dan ben ik eigenlijk, weet ik nog dat ik hier begonnen ben en dan begin ik gewoon haaltjes te trekken. En dan blijf ik net, en dan wil ik het hele blad vullen met de blauwe bolpen. Maar als ik dan bezig ben, dan weet ik niet meer waar ik naartoe ga. Maar dan kan ik hier bezig zijn, dat ik dan op een gegeven moment hier begin. En dat ik dan ga krassen. En het is dan allemaal nog niet vol. Soms heb ik alleen zo'n vlakje, maar die kras ik dan ook weer tijdens het proces van het maken, kras ik dat weer onder. Dit doe ik eigenlijk dan ook met bolpen, zou je kunnen zeggen. En dan ben ik gewoon aan het tekenen. Dit noem ik mijn krassen, maar je hebt bijvoorbeeld ook... Je zou ook harder kunnen krassen of zachter, weet je wel. Ik laat mijn hand eigenlijk... Ik weet eigenlijk in het begin helemaal niet waar ik naartoe ga. En wat het gaat worden. Ik ben toen tijdens mijn opleiding op de AGI... dacht ik dat ik zenuwinzinkingen kreeg. En dan ging ik gewoon wel naar school of ik bleef thuis. En als ik me weer goed voelde, ging ik er naartoe. En op mijn 26e is het gediagnosticeerd als schizofrenie. En later, in 1982, had ik een andere psychiater en die diagnosticeerde het op manisch depressiviteit. Ze noemen het nou een schizobipolaire stoornis. Dus ik heb een kenmerken van schizofrenie, maar de manisch depressieve tijd... Is de boventoon. Oh ja, dus, maar je hebt nog wel af en toe schizofrene momenten. Ja, ik kan dat ik dan waarschijnlijk dat die stemmen die ik hoor door de radio en wat sommige mensen zouden zeggen, dat opdrachten, die hoor ik dan en die vermeng ik in mijn fantasie. Dus als iemand mij zou zeggen van wat hoor je dan, dan kan ik het niet meer uitleggen, maar dan kan ik alleen zeggen dat de tekening is ervan over. Dat komt dan tot uiting dat ik dan toch wel stemmen vermeng in mijn hoofd. Dat ik bijvoorbeeld naar de radio kan luisteren en dan ineens hoor van oog. Dan teken ik het oog in het werk. Maar dan kan ik weer helemaal afgeleid zijn door andere geluiden en weer gewoon beginnen. Dus eigenlijk ben ik een soort seismograaf, zou je kunnen zeggen. Maar je gebruikt dat dus wel positief in je kunst? Ik gebruik mijn schizofrenie als een positieve vorm om eigenlijk ook te kunnen leven. Want als ik bijvoorbeeld depressief ben, dan hoor ik de stemmen minder. Dat is heel lastig. Van oorsprong ben ik eigenlijk etser. Maar ik ben meer tekenaar geworden omdat ik het eigenlijk ook leuk vind... En dat is makkelijk om het in boekjes te maken. En die boekjes kan ik de hele tijd, die heb ik bij me en daar kan ik ook onderweg in tekenen of als ik op de bank zit. En die vul ik dan ook helemaal, totdat ze vol zijn en dan bewaar ik ze. En ik kan zo depressief worden dat ik eigenlijk niet meer wil. Maar die medicijnen houden me meer een beetje op peil, waardoor de pieken en dalen... wat genuanceerder zijn. Als ik dat niet gebruik, dan heb ik hele hoge pieken. Dan loop ik op straat en gooi ik de stenen door het raam. Dan kan ik rare dingen doen. Zorgen die medicijnen er dan ook nog voor dat omdat het wat vlakker is, dat er wat minder kunst is? Of nee, dat heb je bij mij niet. Ik kan eigenlijk, daardoor kan ik juist beter dingen maken. Omdat ik dan toch wel wat stabieler ben om me te uiten.
Ik ben eigenlijk zo'n... ik ben steeds die ruimtes aan het opvullen. En je hebt het liefst dan dat je straks geen wit meer ziet? Dat zou ik willen, maar dat, of dat lukt, dat weet ik nooit. Ik heb wel felle papier wel helemaal... maar dat komt niet vaak voor, hoor.